Wij proberen altijd wel een combinatie te maken van de toernooien waar we gaan spelen met voetbal, maar ook om dingen te zien van Nederland. En hier kregen we de uitnodiging van de boer om een keer op zijn farm, op zijn boerderij te komen. En ik dacht, dat is een mooie gelegenheid om de jongens een keer te laten ervaren wat het is hoe een boerderij gerund wordt. Het is altijd leuk als je andere mensen bij jou in de keuken kunt laten zien hoe jij het doet. En zeker, wij zitten hier redelijk dicht aan het dorp. En er zijn een aantal begeleiders bij. En dat vind ik ook leuk om die mensen ook te laten zien. Van joh, wat is er nou de hele week? Wat gebeurt er nou? Nou, en nu komen die voetballers ook mee. Ja, dan weten ze ook hoe melk geproduceerd wordt, hoop ik, als we klaar zijn met de rondleiding. How do you like it on the farm? It's a good experience, you know. Learning new stuff about cows. Stuff you did not know. Like what happens, the processes it goes through. It's quite good for us being on the farm. It takes our brain off soccer for a while, which gives us a fresh mind when you get back in. So I think it's really good. En hoe reageren ze erop? Geïnteresseerd. Bovenwonder geïnteresseerd. Je klinkt verbaasd. Ja, want het zijn voetballers en ik ga ervan uit dat de meesten weinig kennis van de landbouw hebben. Maar ze zijn geïnteresseerd, ze luisteren goed en er worden vragen gesteld. Ik vind het heel leuk. Do you have a favorite cow on this farm? I think the cow which named Zuma, I think it's a different breed, it's somewhere in here. That's my favorite cow. Why? What do you like about it? Zuma is from South Africa, he's our ex-resident, so yeah. Gaan jullie hierdoor beter voetballen? Ik hoop hier zal voor ons helpen op je veld zondag en dat ons een beetje zal winnen. Want jullie gaan voor de overwinning? Ja, ons gaan voor die win. Ons gaan, laatst jaar het ons tweede gekomen in het toernooi. En hierdie jaar wil ons eerste eindig na ons zesde gekomen in Duitsland. So ons wil een beetje beter doen hier zo in Nederland. Ja.